Tirano Kerk, we hebben er even op moeten wachten, je eerste goal in de competitie. Hoe blij ben jij? Ik ben heel blij. Het is natuurlijk de verlossende eerste goal van het seizoen in de competitie. Dus ja, ik ben heel blij mee. Want als er één, er wordt veel gewisseld dit seizoen binnen de ploeg. Maar er zijn volgens mij altijd twee namen die Ten Hag als eerste opschrijft. Drie, Jensen, Labiat en Kerk. Want jij mag bijna iedere wedstrijd gewoon beginnen. Dat moet je toch ook heel veel goede moed geven, dat vertrouwen? Ja, het geeft zeker heel veel goede moed als je mag beginnen. Als de trainer al kiest om een wedstrijd te beginnen, geeft dat je heel veel vertrouwen ten eerste. Maar ja, dan moet je het vertrouwen ook weer uitbetalen aan de trainer en het team. En ik denk dat dat vandaag heel goed is gelukt. Het gaat ook wel lekker tussen jou en Zakaria, heb ik het idee. Ja. Zakaria heeft natuurlijk die hele heerlijke paasjes. Hij kan dus geven zonder te kijken. En ja, met mijn snelheid dan daarachter, de tegenstanders denk ik dat we het heel moeilijk kunnen maken. Toen jij opstoomde aan die rechterkant, wist je van dit wordt hem? Ik had het al een beetje als een soort voorgevoel. Ik tikte die bal langs en ik dacht gewoon van, ik ga niet nadenken, ik schiet hem gewoon verre hoek. En als hij hem dan redt, dan pech. Maar hij zat gelukkig. Hij zat er ook wel heel lekker in, toch? Ja, precies binnenkant paal, dus ik ben heel blij mee. Maar het belangrijkste, zeggen voetballers dan, is dat we gewonnen hebben. Er was een moment in de wedstrijd dat ik dacht, nou, als ze het nou maar niet weggeven. Nee, het was inderdaad het moment waarin we zeg maar 1-1 maken. Waarin we ons even gingen drukken. Maar ja, dan komt Zakaria weer met zijn geweldige vrije trap. En denk ik dat Sparta toen weer een beetje terug ging lopen. En zo hebben we eigenlijk de wedstrijd wel uitgespeeld. Daarna met mijn goal. Dus daarna hebben we het wel uitgespeeld. Dus ik denk dat het goed is gelukt. Wat denk jij, moeten we ons wel zorgen maken dat Zakaria aan de winterstop vertrokken is? Nee, ik denk het niet. Nee. Hebben jullie het daar wel eens over met hem? Van, je speelt zo goed, de club staan waarschijnlijk straks in de rij? Nee, ja. Je weet natuurlijk dat als je goed speelt en veel doelpunten maakt, dat je dan natuurlijk van allerlei kanten interesse gaat krijgen. Maar Zakaria is een standige jongen. Hij weet er sowieso mee om te gaan. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Volgende week PEC uit, directe concurrent. Als jullie daar winnen, kun je ze voorbij op de ranglijst. Hoe moeten jullie daar beginnen? Want vandaag is het begin goed. Maar daarna zakken jullie denk ik net iets te veel terug. En laten jullie het initiatief te veel aan Sparta. Volgende week toch weer zelf het initiatief pakken? Ja, elke wedstrijd moeten we eigenlijk het initiatief pakken. En tegen PEC gaan we niet anders moeten aanpakken. Gewoon weer hetzelfde zoals vandaag. En op de eerste minuut erop klappen. En dan ja, eerlijk gezegd, ja, daarna moeten we het gewoon eigenlijk vasthouden. En PEC geen kans geven. Maar je kan geen wedstrijden voorspellen, dus dat zien we volgende week wel. Is de beer nu los? Beer? Nou ja, je hebt gescoord. Hoeveel ga je er nog maken dit seizoen? Ga ik nog niet zeggen, maar ik heb wel een aantal in mijn hoofd. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.